Een half uur koken, zonder stoppen, zonder montage, zonder trucken van de voor. Live on tape, zoals dat heet in het televisievakjargon. Dit is de Garde van Gert, vandaag met Jan Buitaert. Jan, welkom. We koken een half uur, hè? Ja, we koken een half uur. En wat de mensen zien, is wat hier echt gebeurt. Maar die trucken van de voor, dat werkt nu maar eerst. Toen ik dat tekstje maakte, wist ik nog niet dat jij ging komen. Nee, maar ik bedoel, alles wat de mensen zien, gebeurt hier echt niet monteren. Het is niet dat we trucjes hebben en zeggen, we stoppen het in de ogen. Maar ik heb gisteren al iets klaargemaakt. Nee. Niks in de mouwen, gewoon alles rechtstreeks en binnen een half uur een bordje op tafel. Dat is het, dat hopen we. Daar streven we. Dus we zullen misschien beginnen. Ja, maar wat gaan we eten? We gaan... Komt er weer een poulet van paling en kalfsvlees. Dus kip met paling? Nee, poulet is anders. Poulet is niet meer kip. Poulet is een Franse preparatie, gelijk een blanket. Dat komt uit de hele... Dat echt uit de Franse volkskeuken. Je hebt een blanket van kalfsvlees en je hebt een poulet van bijvoorbeeld kalfsvlees en vis, want dat wordt dikwijls gemengd. Er is een stuk van de keuken in Frankrijk, het zuidwesten vooral, waar ze heel gemakkelijk bijvoorbeeld wit vlees en vis in één preparatie gebruiken. Maar het heeft niks met kip te maken. Nee, het is een manier van bereiden. Nee, er is in de Franse volkskeuken is een saus poulet. Niemand weet wie dat die poulet was. Maar wat wil dat dan zeggen? Dat is een witte saus gemaakt met gevogeltebouillon. Echt een sauce blanche, dus een witte gebonden saus. Maar toch vandaar die poulet, omdat dat gevogeld... Daar komt die poulet van, omdat daar wit vlees bij gebruikt wordt. Hè. Dus kalfsvlees en waarschijnlijk kip en zo. En ten andere, die combinatie van de twee, je hebt dat sowieso al gegeten. Als je naar het zuiden van Frankrijk gaat, denk er aan. Je krijgt bijvoorbeeld onder andere kip of kalfsvlees en er is kreeft en rivierkreeftjes bij. Dat is zalig, dat is heel lekker. En dat is die combinatie van vis en vlees. Surf en turf, eigenlijk. Ja, maar dat kende ze toen daar nog niet. Oké. We gaan eerst, een pan opzetten. De stoof aanzetten, hè? De stoof. Het begint er helemaal in te rollen. We gaan de stoof opzetten. Want er zijn, als je er misschien al voor wilt zorgen, dat zijn kleine champignonnetjes. Dus het kleinste maatje. Oei. Die zien er heel presentabel uit, dus ik zou er niet meer tijd in steken dan dat nodig is. Maar ik zou die wel eens goed wassen. Goed wassen? Goed wassen. En wat doe ik dat? Gewoon in veel water even. Ze zeggen altijd dat... ik heb altijd gehoord dat dat niet mag, hè, Jan? Maar goed. Ik ben de eerste om dat te zeggen als dat over wilde paddenstoelen gaat. Maar over... En ten tweede, als er zand aan hangt, Gert. Heb jij graag zand in je bord? Nee, maar beginnen ze er toch zo om te borstelen. Ah, om zo'n champignon beginnen borstelen. Ja, dat is een goed plan. Ja, nee, maar ja, goed. Nee, voilà. Goed. Gevogelte bouillon. Ja. Ik zal die champignonnetjes hier eens een douche geven. Hè. Voilà, dat was de bedoeling. En dan laten wij die gevogelte bouillon laten wij koken. Moet ik die dan zo'n beetje afdrogen? Of eigenlijk niet? Een beetje afdrogen. Je kunt die bijvoorbeeld even op een keukenpapiertje storten. Storten. Oh, storten, dat is wel een ingewikkeld woord. Dat zijn wel klein lief champignonnetjes. Zijn dat Parijse champignons? Dat is een holle term, Parijse champignons. Dat zijn gekweekte champignons. Dat is, je weet, ik ben heel veel met dat champignon vooral bezig. Ik kan u er nu niet mee vervelen. Maar dat is de eerste paddenstoel, wilde paddenstoel, die ze ooit hebben kunnen kwijken. Hè, deze. Maar dat is geveel chance dat die erin vinden die nog in het wild. Is dat? Oh. Ja. Ik heb je dat nog nooit gezien. Nee, voilà. Maar ik heb nooit veel chance. Dus. Doe dat beter ook niet, want er zijn er giftige, verschrikkelijke dingen mee kunnen gebeuren en die het er heel goed op trekken. Is het wat? Ja, voilà. Zee, wat ik ondertussen aan het doen ben, dat is varkens en runds gehakt, gemengd. Ja. Dat is lichtjes gekruid. Tegenwoordig bij de meeste slagers is dat al gekruid. Ik koop dat zo in, ik kon daar niet zelf moeilijk over doen. Oh, dat is niet... Dat wil zeggen, die moeten niet meetkundig hetzelfde zijn. Hè. De bedoeling is dat je er kunt er bolletjes van maken. Ook. Ik vind deze een beetje eleganter. Ja, en ook je handen blijven properder. Ja. Voilà, inderdaad. Ja, we krijgen ook geen problemen met mensen die dat niet zo proberen. Ja, dat weet ik niet of je al geproefd hebt met die lepel. Ik ben nog nergens niet aan geweest en ik zweer u, ik zal dat niet meer doen. Ik ben ooit serieus op mijn plaats gezet. Oh, joh. Ergens door iemand die een eigen kookprogramma ook heeft. Dat zou wel terecht zijn geweest. Ja, dat dacht ik. En zaterdien heb ik 100 lepels naast mij staan en ik doe dat niet meer. Zee, we gaan niet overdrijven. Ik weet dat je graag een stevige portie hebt, maar dan denk ik dat we nu toch al wel... Hè? Zee, maar zit hier dan ook al een eiken door? Nee, dat is vlees dat gemalen is. En als er niet te veel andere toestanden bij zijn, dan valt dat niet uit elkaar. Blijft dat aan elkaar. Ah ja, oké. Okay. Ja. Maar dat is het gevaar natuurlijk. Voilà, dat blijft gewoon aan elkaar. Voorlopig, hangen, ja.
Dank u voor het optimisme. Dat is zo. Ja, maar het is ook de eerste begonnen, keer in mijn leven dat ik dat maak. Snel, we moeten zien wat dat geeft. Oei, oei. Even terug. De bedoeling is dat we dit championnetjes eigenlijk mogen die erbij. Gewoon in zijn geheel. Ja, in zijn geheel. Vind je niet dat ik hem? Jawel, ze zijn, ze zijn lief en schattig. Ja, voilà, dat vind ik ook. Dat is het soort championnetjes dat je bijvoorbeeld, als je nu een echte ouderwetse vol-ovaal maakt, hè, dat, is ook, dat zou je daarvoor moeten kunnen gebruiken. Dat je die niet moet versnijden. Spaart ook direct toch wat tijd uit. Hè? En dat hebben we niet zoveel. Nee. Het is tegen de klok. Hè? Ja, ja. Ik heb niet gedacht in mijn leven dat ik nog zo hard zou moeten werken. Alhoewel, ik vind eigenlijk tegen de klok. Het is geen wedstrijd. Het is niet waar, het is niet tegen de klok. Dus niet tegen de klok. Als het al eens een beetje langer duurt, geen probleem. Ik vind het idee heel goed. Als je zorgt, huisvrouw, huisman, dat die de boodschappen heeft gedaan die wij ook mee hebben, dan kunnen we beginnen koken en dat samen met ons gedaan. Ze zouden eigenlijk samen met ons kunnen beginnen. Hè? Ik dacht dat ze dat zo deden. Ah, ik weet het niet. Ja, ik kan niet bij de mensen thuis binnenkijken. Nee, nog niet. Dat zou... Ik weet niet of je dat altijd zou willen. Ik dacht dat al lang bestond zonder dat wij dat wisten. Zeg eens. En dat blijft nog wonder wel aan elkaar hangen ook, hè? Ja, maar ik zou niet te vroeg Victorie krabben. Ja. Lang moet dat niet hebben. Dat is genoeg dat dat allemaal een klein beetje gaar is. Gaan we ondertussen. Ik ga een dingetje look doen. Een teentje look. Wil jij een salotje doen voor mij? En dan gaan we hier... Die zetten we gewoon opzij. Met pan en al. En dan mag dat vuur... Afzeker. Dan mag terug naar beneden. Oh nee, we kunnen net erop zetten. Zijn we nog. Zo, en daar doen we een klaartje boter in. Beetje echalot. Amai, dat is een toer. Beetje echalot en een beetje look. Moet dat heel fijn zijn of is het maar voor, gaat het er daarna terug uithalen? Nee, met een look ontvechten weg, dan heb hem. Dat mag redelijk fijn zijn, maar dat gaan we er niet uitziften. Oké. Zie, ik stel ook zeer gerichte vragen, hè. Maar en niet alleen dat. Ik vind dat je dus ook stilletjes aan... Ik ben bang dat ik je zou snijden voor niks eigenlijk. Een verbazingwekkende stilletje is aan de dag ontleggen. Dus ik vind het voor een beetje om bang van te worden. Van. Ja, maar dat moet niet. Nee? Nee. Die ene Charlotte en die look. Oei. Ja. Keukenstort in, geen paniek. Misschien een heel klein beetje aangedaan om ik zo stoef te houden. Ja, ik was dacht dat het die richting uitging. Je moet altijd voorzichtig zijn met complimentjes. Zie, die laten we gewoon er wat in smelten en die echalotte die mag erbij. Paling is niet zo populair, hè. Ik weet dat ook. Ik wil bewust ook wel eens wat terug wat dingen met paling maken. Ja, ik ga het nooit bestellen op restaurant. Nee? Als het erbij is in een menu of zo, dan toch, eet ik het op. Maar en nu zo'n hele klassieke paling in het groen of zo, weet ook niet? Nee, als ik hem eet, zo gelakt, vind ik het lekker zo. Maar niet zo... Maar ik kan niet zeggen dat het... Het is zo wat... Ja, ik heb het hier al meer verteld, een soort jeugdtrauma. Jeugdtrauma? Ja. Oh, ja? Ons vader die zelf zo'n paling had gevild... In stukjes had gesneden en die stukjes die zwommen nog allemaal apart rond. Ja, en als kind is dat iets... Plus het doet ze wat denken aan een slang toch, hè. Ja. Oh. Ja, dat vind ik een beetje eng. Ik kan het niet aan doen. Maar ik kan niet zeggen dat de smaak... Want het, is, nee, het heeft eigenlijk het niet zo'n specifieke smaak. Het heeft een hele vette textuur. Zo. Maar dat is juist wat het ik heb speciaal dat ik nog nooit in detail horen uitleggen, een palingtrauma. Ik weet niet dat doet. Ja, maar ik denk dat dat toch het probleem is van de meeste mensen die niet graag paling eten, dat het een soort slang is, hè? Nee? Ik denk dat wel, ja. Het is een beest als je het zo ziet. En waarom dat we geen slang eten? Ja, nee, maar ja, dat is... Ja. Goed, oké. Okay. We hebben beslist dat we dat gingen doen. Allee, je moet er niet van eten. Kijk... Dat zeg ik niet. Ik eet het, hè. Zeg, ik heb die... Dat bestelde echt gewoon bij mijn visboer. Je moet dan niet zelf al liggen kullen, want dan krijg je trauma's van. Dat heb ik ook al gehoord. Die visboer... Dit zijn medium palingen, deze dikte. Dat is de goede dikte. He, niet dunner, niet te dik, want dan is er zo'n knoefte. Dat is een goede dikte. En vraag dan uw visboer gewoon van die volledig op te kaasen. Dat wil zeggen, die man al die kop eraf, die staat, die ritst dat vel eraf. Als je dat koppetje ziet, dat is ook een beetje eng. Jongens, zeg. He. En dan beginnen we over klein konijntjes. Nee, dat vind ik schattig. Ja, dat is heel schattig. Ja, maar dan wilde dat wel niet in de pan doen. Ja, daar heb ik zo geen problemen mee. Deze was in ieder geval een zeer antipathieke paling. Dus die man heeft die opgekuist. Dat is niet niks. Die heeft die dus helemaal van binnen
Je kunt dat best terug een visboer laten doen. Eenmaal schoon uitgekast, dat dat bloed van de graat is. Hier zitten normaal gezien dus vinnetjes op. Die heeft hij eruit getrokken. Laat dat allemaal doen. He, dat is die mensen in de steel, die kan dat veel rapper en veel beter. Wat gaan we dan doen? We gaan die paling in moken snijden. Ik hou niet van het idee... Zien dat dat niet gaat aanbranden. Ja, daar zitten we het wel aan. Iemand op beneden. Ik hou niet van het idee, zo'n paling in het groen, waar je 16 scheppen saus krijgt en dan zo, bij wijze van spreken, zo is die paling erin. Dat is niet mijn ding. Ik vind dat daar mag wat paling in zitten. He? En dat mogen grote, herkenbare stukken zijn. Dus we gaan die niet te klein snijden. Zeg, maar jij hebt geen enkel voedingtrauma? Havermoutse pap. Ah, voilà, kijk. Ongeveer dezelfde reden. Ja, ik heb dat met twee dingen. Paling en bloedworst. Ik heb dat ook eens zien maken, bloedworst. Ja, ja. Wij hadden een keer een varken gekocht. Alleen zo'n stuk van een varken bij de boer. Mm-hmm. En ja, ze gingen dan bloedworst maken. Mm. Dat is, dat heb ik gezien als kind en daar was niet voor vrolijk van te worden. Het vullen van die zakken met zo'n soort bloedmengsel. Met... Oh. Ik weet het. Ik heb daar geen problemen. Ik heb in Frankrijk bij een charcutier gewerkt. Wij maakten zelf bloedworst. En die heeft mij geleerd hoe je dat moest proeven. Dat waren dus van die grote mengbakken. Ik hoop dat je niet brullig gelopen. Nee. Als dat nog rauw was. Ja, die is goed. Moet er nog maar een beetje van dit en niet meer een proeflepeltje, nee. Jan. Daarom een proeflepeltje, amai. Nee, maar het zegt ja, wel veel over, over dat in uw kindertijd dat er ja. Wel dingen kunnen gebeuren, maar dat je de rest van je leven bepaalde dingen zegt. Bij mij is dat pap. Ja. En dan, ja, nee, ik vond dat echt niet lekker. En als ik dat niet op had, kwam dat de volgende keer terug. En dan zo kwijt met mijn trauma. Ja. Ja, voilà. Dus als we je echt willen pesten, dan gaan we je een grote pot halen, ja, maatje pap. Zonder dat je iets zegt, maar dan denk ik dat je het over maatje pap. Nee, zo, maar dan ben ik weg. Dat zal nog een flimmekje uit er al zit. Die mag gewoon even aanstoven. Want nu gaat die toch niet zo bruin kunnen bakken? Zo nee, het is niet de bedoeling dat we die echt bruin bakken. Maar die mag nog wel ietsje meer dus stoven echt. Hè. Dan heb je meer vuur nog geven. Je ziet ook direct dat die stukken beginnen zich... Alleen terug te bewegen eigenlijk. Je ziet het daar. Ja, er de trouw rond. De paling beweegt terug. Ja. Ja, ja. Hulp, de paling beweegt. Ik zie een bibberen van de schrik. Jongen. Jongen hoor. We gaan al hierop anticiperen. Dat moet strakker wel terug bij. Maar nu niet. En die bouillon gaan we mee gebruiken van onze paling. Ik vind het voorlopig een heel rare toestand. Je ziet het nog niet zitten. Hè? Ja. Maar... Ik geloof altijd in de goede afloop, maar ik... Dat moeten we garen. Dat is feitelijk het enige waar we echt tijd voor nodig hebben. Nu, die combinatie, ik heb dat er straks ook gezegd, die combinatie met vis en vlees, of servanteur, dat heb ik zelf opgehaald, dat bestaat in veel keukens en ik vind dat feitelijk wel heel lekker. Gelijk bijvoorbeeld kreeft en zwezerike. Amai, dat is iets anders dan over met zijn pups. Ja? Dat mogen we elke dag... Oh, amai. Kijk, zwezerikken, iets waar ook veel mensen een probleem mee hebben. Ja. Daar heb ik totaal geen probleem mee. En dan als je nog een stapje verder gaat. Nieren? Moet niet voor mij. Lever? Bepaalde levers wel, maar die kan ik hier niet zeggen. Anders dan krijgen we nog veel meer brieven. Wij samen met de Johan, wij gaan niet samen eten. Want dan is het alleen met een dier, dat weet je. Ja, de Johan, dat is alleen wat er in het beest zit dat hij op het, hè. Niet wat er aan hangt. Die zou bij wijze van spreken de filapuur weggooien om toch maar de stad. Nee, maar zo lekker darmen. Ja. Ik heb het eens gegeten. Ik vind, je moet alles eens proberen, hè, want je kunt er veel vooroordelen hebben. Ja, dat vind ik ook. En er zijn dingen, bijvoorbeeld... haggis in Schotland. De maag, de gevulde maag. Ja, maar dat is nog wat zuur ook. Ja, maar soms is het dan... Oh, durven mensen ook niet zeggen van ik lust het niet, omdat dat niet staal. Weet je wel, dan zijn er geen echte... Ik ben heel wat in Schotland gaan koken en daar gaven we altijd haggis, want dat was mijn internationaal publiek. En dat iedereen liet in haggis liggen. En dan heb ik aan die een opdracht gegeven aan mijn klant. Dus had ik op een gegeven moment gezegd, mag ik die haggis niet maken? En ik heb zoiets gemaakt dat er uitzag van baat en ik heb er gewoon foie gras gestopt en allemaal net in opgegeven. Een beetje een luxe haggis. Een luxe versie van haggis. Nou, die gaat goed. Die mag nog een klein beetje stoven. Maar we moeten goed oppassen dat dat niet begint aan te bakken. Ja, ik zal dat zo wat in snutje halen. Ja, dat is goed. Hoe feitelijk is dat dan niet? Oh, die is van Assessa. Als je een beetje kervel... Die is proper, hè? Ja. Om het vooruit te zeggen. Zo kervel en redelijk grof. Nou, dat heb ik het liefst dan eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. En ik doe dat... Bewust, we doen dat nu. We maken alles in één teken. Maar ik zou anders kervel ook nooit op voorhand hakken...
Want dat is al die groene kruiden, die hebben vaak hun aroma, een soort heel vluchtige olie. En als je dat een halve dag op voorhand hakt, dan zit er niks meer in. Dan is dat gewoon groen en er is het mee gedaan. Dat was het eerste wat ik ooit gezaaid heb. Kervel? Ja. Ja, dat is plezant, hè. Dat gaat rap. Daar rap resultaat van. Ja, dat is fout. Nee, als je zo, ik zou dan zeggen, ja. Bananenbomen beginnen te planten, dat duurt langer. Aardappelen, dat is een jaar wachten, ja. Maar kervel in die pottekes thuis. En dan moet ik zeggen, als je dan als kind je eigen kervel in je moeder gebruikt hebt, dan weet ik waarin. Ja, dat is fantastisch, hè. Ik heb die bouillon, hè, om toch een klein beetje hier, die bouillon gewoon bij die paling gedaan. Nu gaan we die goed laten doorkoken. Ik ga daar nog een klein beetje bouillon bij doen, dat zeker voldoende is. Zo. We gaan daar een vlimmetje witte wijn bij doen. Niet zo veel, dat dat niet te zuur wordt. Niet te fijn, hè, Jan? Dat was... Nee, dat is de boodschap. Niet te fijn. En nu mag dat heel goed zwaar doorkoken. De bedoeling is nu dat we die paling hier in gaar maken. Ja. Dan gaan we die er terug uitscheppen. Dan gaan we die jus nog verder inkoken, dat die mooi geconcentreerd is. We doen daar een heel klein beetje room bij. Als dat niet genoeg gebonden is naar ons goesting, gaan we die opbinden met een klein beetje maïzena nog erbij. He? Misschien in ieder geval wat peper en zout. Een beetje citroensap. Dat zit. Wat is het verschil, Jan, tussen aardappel, zetmeel en maïzena? Bij het inkomst van aardappelen dan maïs. Ja, maar in gebruik bedoel ik? Praktisch niks. Niks. Van smaak? Ja. Dus je kunt eigenlijk... Gewoon door elkaar gebruiken. Gewoon door elkaar gebruiken. Het is niet dat dat zo'n bloemig smaakje geeft dan is zelfs? Bloemig is veel gezegd. Wat dat wel geeft, is een beetje glazig. Dus je moet daar toch altijd een beetje mee oppassen. Je mag daar nooit iets mee gaan doorbinden. Zeggen, oké, ik wil nu echt een gebonden preparatie en ik ga die volledig afbinden. Met, hè, dus je begint van iets supervloeibaar en dan naar een dikke saus? Nee, maar dat je nu bijvoorbeeld zegt, ik maak een lichte zoetzuur en ik wil wel dat die een heel klein beetje kleeft. Doet er een heel klein beetje maïzena of aardappelsetmeel bij. Want dat is ten andere, dat is een hele spannende test. Dat is leuk om te weten in de keuken. Hoe dat het kleven van een product uw smaak beïnvloedt. Dus je pakt bouillon, 4 maal. Mm-hmm. Bouillon, whatever, kip. Helemaal niks gebonden. Een heel klein beetje gebonden. Redelijk gebonden, zwaar gebonden. Die laatste, die je proeft 6 keer sterker dan de eerste. Gewoon omdat je langer blijft hangen? Die plakt dan nu aan u. Dus als je een saus hebt en je zegt, ik wil dat die ietsje meer doorkomt, dan binden die heel lichtjes op. En dan kun je daar heel gemakkelijk maïzena of aardappelzetmeel. Je kunt ook een roux maken en zo, maar dan is dat vaak ingewikkeld. Maar zeg, ga niet te veel binden, maak geen bechamel met maïzena. Ja, dat is waar. Okay. Mensen die maïzena maken, gaan dat misschien niet met mij eens zijn, maar dat vind ik een goed plan. Maar in theorie zou het kunnen? In theorie kan dat wel, ja. Mm-hmm. Vroeger hadden ze in de keuken nog zoiets, maar ik geloof niet dat dat nog bestaat. Arrowroot, dat was ook zoiets. Dat kwam van Canada. En dat was een soort poggerken? Dat was ook zo'n product dat uit een kloof uit mee uit wilde rijst en zo gewonnen werd. Klinkt heel Indiaans, arrowroot. Nee. Dat is direct heel ander voor allebei. Maar dat is... dat niet meer bestaat. Nee. Ja, die moet gewoon even scharen, die paling. Meer niet. Dat heeft wel wat meer nodig dan een gewoon visje. 6-7 minuutjes. Maar moet ook rekenen, die zit aan de graad. Hè. Dat is altijd een beetje meer. Hè. Ten eerste is paling een redelijk harde vis. En want eigenlijk is dat bijna in een spier toch, hè, wat je daar... Ja. We zijn wel vallen terug hier. Ja, ik weet niet wat je gedaan hebt. Je hebt nog vissen die ook, hey, pak nu bijvoorbeeld een zeeduif van de staartvis, gelijk dat ze aan de kust zeggen. Dat is ook vrij harde vis. Hè. Ja, ik vind dat lekker. Ik vind dat heel lekker. Daar heb je vooral die structuur en die textuur in elkaar. Ja. Weet je wat dat toch heel lekker is om mee te maken? Ook? Als je nu zo'n staartvis voor je eet, hè, met die graad, dat is ook maar 1 graad. Zo met zo'n middengraad. Hè. En je laat er achter de kop zo'n schoon stuk, als je nu met 4 is, een schoon stuk, gelijk een lamszadel. Dus echt dat formaat. Uh-huh. En je bakt dat gewoon gelijk een lamszadel. 2 kanten bakken, even een oven in. Als die klaar is, een beetje mosterd erover smeren, een beetje gehakte peterselie erover. Je dient dat op gelijk een lamszadeltje. Je snijdt die ook gelijk een lamszadeltje. Uh-huh. En je maakt er een lamsjus bij. Delicious. Allee, dat is voor volgende keer. Hè? Dat werkt. Allee, ja. Dat is ondertussen een minder miskende vis, maar vroeger moest niet meer te doen. Ja, omdat hem zo lelijk was, hè, denk ik. Ja. Weet dat die... Allee, ja, dat is een verhaal. Hè, dat die, dus komt altijd zonder kop op de markt. Hè, dat naar het schijnt, een goeie verhaal in ieder geval, een middeleeuwse wet was die zwangere vrouwen beschermde.
omdat ze dus geen misval zouden krijgen als ze zo'n kop op de markt. Maar je ziet ze tegenwoordig toch meer en meer in de etalage liggen van de viswinkel. Ja, 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 en dat wordt ook op restaurants. Het is ook al geen goede koppenvis meer. Hè. Maar ja, er gaat wel heel veel van verloren. Hè. Als je zo het beest ziet en je ziet vis, wat dat er van overblijft, dat is niet spectaculair ja, veel. Alle vis, praktisch een tuinbord, wat houden we daarvan over? Ook niet zoveel. Het begin is echt alles eraf te pakken. De kop en de schubben en de heel dat graadwerk. Dat schiet ook niet voor. Daarom is vis zo duur. Daarom moesten wij ook zo hard werken als restaurateurs. Wij verkochten veel vis. Er was niks aan overgehouden. Ja. Zielig, ja, echt waar. Ik vond het ook compassie met hebben eigenlijk. Ondertussen. En ze bewegen terug, hè? Ja, ja, ze bewegen terug. Ja, ze bewegen terug. They are alive. Nog ietsje te vroeg. Gaan we er iets van aardappelen? Of nee, ik heb dat nu eens niet gedaan. Ik denk, die mens moet altijd zorgen dat er aardappelen geschild worden. Ja, of iets anders, dus geen koolhydraten? Nee, ik heb gewoon gedacht, gelijk dat je bij een paling in het groen doet, een sneetje bruin brood. Heb ik er straks horen zeggen dat je dat helemaal niet zou zitten? Brood, ik ben... het hangt er een beetje vanaf. Maar zo, ik eet liever warm dan boterhammen, moet ik zeggen. Ik zal het anders stellen. Dit kun je bijvoorbeeld ook heel gemakkelijk als voorgerecht eten. Mm-hmm. En dit kun je ook gemakkelijk koud, half warm. Dus maken op voorhand, laten staan, gelijk een paling in het groen. En een beetje lauw maken, als tusseninnetje. Dus daar hoeft niet altijd de vis een aardappel bij te zijn. Dus we gaan er een toosje bij geven of gewoon zo op... Ik eet dan liever. Kunnen we toasten? Dat vind ik eigenlijk wel. Hebben wij hier een toaster? We hebben hier alles, hè? Ja, hier van achterste. Huh? Ik weet alleen niet of dat hem. Nee, stikt niet in. Maar kijk. Ik heb er roggebrood bij. Hier hebben we. We kunnen hem hier insteken. Voilà. Ik denk dat we met onze paling zo ver zijn dat we willen. Gert, ik ga die eruit halen. In de schaar. Zo. Dan gaan we die saus, we gaan er nog een beetje room bij doen. We gaan die wat inkoken. Als je nu, wat dat hier feitelijk mee in zit, hè, het is altijd interessant dat je met de ene techniek de andere kunt bekijken. Als je hier die hakballetjes aflaat en de room, ja, dan ben je feitelijk bij een paling in het groen aan het maken. Want als je nu, dat is paling in het groen. Uw paling in het groen is inderdaad die stukjes aanstoven met wat echalot en een beetje look. Dank u. Je moet er altijd ene zijn die bij de zaak blijft. Hè? Ja. Dat ben ik dus meestal niet. Je stooft die paling aan. Je blust die met een beetje kalfs- of kippenbouillon ook. Ja. Een goede paling in het groen. Zorg dat die gaar is, schept die eruit. Die saus bewerkt wel. Geen room erbij bij een paling in het groen. Dan doe je daar echt een lot groenkruiden bij. Dat is lekker aan de paling. Nu niet alleen een keer van. En er heeft iedereen zijn eigen geheim. Ja, iedereen zijn geheim mengeling. Dat zou er 8 of 9 moeten zijn. En bij dat de ene mag dat er niet in. Nee. En moet dat erin. Voilà, en anders doodzonde als dat erin gaat. En dan meng je dat allemaal. En dan doe je paling er even terug in. Ik laat die heel even terug opkoken. Want dat is niet goed voor dat groen. Als die even gekookt is, zet die af. En dan is paling op groen. In groen. Je bindt eventueel bij met een beetje maïzijn. Dan kom ik terug op het verhaal. En dan zetten die paling in het groen minstens een nacht in de koeling. Dat is veel beter dan al. En dan heb je echt paling in het groen. En dat mag niet zo bruinig zijn. Zo... Nee, dat moet gewoon groen zijn. Hè? Ah, ja. En dat moet ook niet zo'n groen pap zijn. Je moet er niks door een blender halen of zo eten. Blenders, dat is goed voor baby eten te maken. Maar... Gaan er nu een paar collega's en misschien niet goed gezien gaan zijn. Maar... Ja, maar ik heb hier al veel tegenstrijdige dingen gehoord. Ja, er zullen ondertussen ook wel een idee hebben hoe dat ik ook zo wat in elkaar steken. Ja, maar ze denken ook allemaal dat dat van hun het beste is. Hè? Ja, bij mij is het verschil, bij mij is het echt. Ja, dat zie je wel. Goed. Nee, maar ik denk dat dat de belangrijkste les is, denk ook voor de mensen thuis. Er zijn een aantal waarheden natuurlijk. Een roem maken is een roem maken. Maar er zijn ook heel veel dingen waar dat mensen thuis eigenlijk nog in hun eigen smaak nog moeten durven dingen doen. Hè, Jan, zonder te veel vasthangen aan de recepten. Dat is zeker. Je moet geen receptenboeken erbij pakken. Je moet koken, een beetje feeling. Los van dat er een aantal technieken zijn waar je niet, voilà, waar je niet mee kunt voelen. Of ik zou dan zeggen, in extremis, dat je nu niet zo thuis bent. We hebben er heel ons leven in gestaan, maar dat je niet zo thuis bent. Dan maak je iets met een receptenboek. Goed. Je doet die dicht, je legt die weg en een tweede keer maak je dat zonder. En een derde keer begin je al wat te sleutelen. En na 5, 6 keren heb je gerecht van je wagen. Ja. En zo bouw je dat op. Want dan komt om de deur iets anders tegen en dan heb je nog geen recept niet meer nodig. En dan denk je dat en dat, maar dan kan ik zo... Want uiteindelijk zijn er toch een aantal basisdingen in de keuken. Er zijn basisdingen die je moet kunnen. Voortbouwen. Ja.
Ja, soms zie je de mensen echt panisch met de receptenboek. Vijf gram van dit en ik heb dat niet in huis en dan stop het. Er zijn ook tegenwoordig recepten die veel te ingewikkeld zijn. Dat hoeft allemaal zo niet. Ik heb geen 36 verschillende ingrediënten. Voor die ingewikkelde dingen moeten de mensen maar op restaurant gaan. Dat vind ik ook. Ik kan daar nog een heel... Die toaster marcheert? Ja, die staat al op. Geweldig. Er steekt al brood in. Ah, ja, ik kan die niet opzetten zonder brood in. Oké. Zeg, die saus is super lekker, hè? Amai, en dan met paling. Ja, maar voilà. Dat is er wel uit nu. Ja. Amai. Ik zal er alleen de balk... Het is niet dat ik paling haat, Jan, maar gewoon. Er zijn dingen die je liever eet dan andere dingen. Ik ga er een klein beetje citroensap nog bij doen. En gelijk dat die saus nu van dikte is, vind ik dat niet nodig dat we die nog gaan bijbinden. Dat moet geen pap zijn. Dus je potje maïzena staat erbij verspekken. We gaan de paling er terug inscheppen. Dat mag allemaal even doorstoven. En het is ook de bedoeling dat we dat serveren in een diep bord. Dat is nog het laatste moment voor de kalfsvlees te redden zonder de paling. Mag je erbij? Ja, toch geen probleem? Nee, doe maar. Eigenlijk een soort soepje eigenlijk bijna. Ja, soep. Genre, het idee dat water zo ook een soep is, dat soort dingen allemaal. Ik mag heel graag saus. Zie maar, ik hoor het water loopt ook in uw mond. Hè? Ja, ik mag dat heel graag. Je hebt er goesting in. Ik heb er echt goesting in. Ja, ik zie het. Ja. We hebben nog een dikke 3 minuten, dus we zijn perfect op schema. Hier die kerval, hè, die is. Ja, ik vind het dus geweldig dat ik iemand bij mij heb staan die nog een fris geheugen heeft. Ja, maar het is ook op achteruit gaan. En dat moet er nog in. Oei. We gaan hier nog op onze toast moeten wachten op het einde van de rit. Voilà. Dat komt allemaal goed. Dus een diebord eigenlijk? Een diebord, ja. Ah, hier. Hier stond toevallig toch wel een diebord, zeker? Okay. Ik doe nu ook al wel eens eten, dus dat is in orde gekomen. Normaal zorgt Bert daarvoor, hè, dat weet je. Bert, voor de mensen die het niet weten, die zit daar achter de camera. En aangezien wij hier in één keer alles moeten doen, gebeurt het al eens dat er ineens iets mankeert. En dan krabt Bert op handen en knieën en die legt dat dan... En daarvoor alleen zou wel iets zeggen dat we het niet vinden en zo. Dat is zodanig dat u dat thuis niet ziet. Goed. Maar vandaag of dat morgen... wij denken. Ja, dat wij denken dat jullie dat niet zien. Kan die kervel, hè, dat is het laatste moment. Als die kervel er 1 minuut in zit, dat is genoeg. Hè, dus... Even zo erbij nog. En hoe zit het met ons snedige toast brood? Ja, uiteindelijk gaat helemaal op het laatste. Gaat dat precies het probleem nog? Oh. Dus ik neem aan, ik kan sowieso vleesdinges proeven. Dat toch een ander gevoel is dan dat je frikadellenbolletje hebt. Dat is goed. Daar stel ik mij zo'n Franse coquine voor, einde van de Belle Époque. Zo'n redelijke gevulde dame met een schort die in zo'n ouderwetse cuisinier zo'n dingen staat te koken. Ik denk dat je daar een iets te romantisch beeld van hebt, Jan. Ja, ik weet niet. Ik heb zo'n dingen meegemaakt. Mijn eerste idee om ooit te gaan koken, dat was bij mijn grootmoeder, zo'n mevrouw in die richting, die op een kasteel gekookt had. En die kwam daar koken en kom je er was. En ik raak nog altijd hoe dat die keuken rook. Hoe dat die vrouw rook. Nee, man, dat was... Oh. En die mokte zwezeriken en die mokte noksteen. Oh my, die mokte een moeder chocola waar je stam te peden van tegen de grond viel. Voilà, hè? We zijn er. Alles staat af. Ik heb er hier nog geen saus. We verdelen een beetje. De twee zien dat er genoeg balletjes bij liggen. Ja, dat is uiteindelijk... Eigenlijk, Jan, met zo'n saus maakt, om het heel plat te zeggen, de streu goed. Hè? Ik heb dat nog niet direct geprobeerd. Maar dat zit er, dat zit er, nee, dat zit er dik in. Nee, dan zie je ook, hè, maar je zegt, je hebt geen recepten nodig. Je moet niet bang zijn. Je moet geen pleinvrees hebben om te koken. Dat idee bijvoorbeeld van die kalfskenelletjes, dat zit ook in een vol-au-vent. Dat komt in veel preparaties tegen. Dat is lekker, dat geeft een goede smaak. Voilà. Meer is moet dat niet zijn.
Dat is er vader keer voor op een dag dat je maar 18 minuten nodig hebt voor de koken. Mogen die hierbij? Die mogen er perfect bij. Oh, ja, die gaan erin schuiven. Hè? Nee, laat die er maar rustig tegen schuiven. Voilà. Of nog bij. Hopla. Voilà. Je mag nu gaan ze van... Even centeren. Oh, dat kan zo in de kookboek. Dat kan zo in je kookboek. Moet je moet er niet mee doen met dat koken. Echt waar. Ah, wel, ik denk dat ik er eens mee ga moeten aanpakken. Ja, je zet er niet slecht in. Dus, om te resumeren, wat eten we vandaag? Jan? Wij eten een poulet van Paling. Met die niks met kip te maken heeft? Niks met kip te maken, hè. Wel met madame Poulet, die ik niet meer ken. Zegt je, dus we zullen je maar geloven. Ja, oké, neem dat maar voor waar aan. Het is superlekker, dus thuis er zeker aan beginnen. Alle recepten vindt u terug op jan.tv. Dank je wel voor het kijken. Dank je wel, Jan, voor dit heerlijke recept. En ik zie je graag binnenkort terug hier in de Garde van Gert. Tot ziens. Dag. En dan toch eens een klein stukje paling proberen, hè? Ja, natuurlijk. Ja, maar dat zit nog in die pot hier, hè.